Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er weer met een Action Shoplog. Ik moest naar Action voor kerstcadeaus en ik heb daar nog wat andere dingen meegenomen. Dus ik ga je gewoon weer laten zien wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Even een kleine disclaimer vooraf. De kerstcadeaus heb ik natuurlijk inmiddels al lang weggegeven, want de kerst is voorbij. Maar ik heb die beelden al wel even wat eerder opgenomen, waarin ik dus de cadeaus alsnog laat zien. Dus die beelden zullen wel heel erg afwijken van hoe ik er nu uitzie, omdat het dus eerder is opgenomen. Maar goed, dan weet je dat in ieder geval. Ik zal de prijzen in ieder geval van de producten weer in beeld neerzetten. Dus dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb allereerst een spiegeltje gekocht. Dit was een kattenspiegeltje. Het is een spiegeltje met kattenoortjes. Ik heb hem in een roze variant. Je had ook een blauwe. En je kunt dus deze kattenoortjes er zelf opzetten. Ik vond dit wel leuk. Het leek mij wel handig om deze in de douche neer te zetten als hij daar tegen kan. Ik merk dat ik soms een klein spiegeltje daar mis. Dus ik dacht dat is wel handig voor de douche. Dus een heel leuk spiegeltje met kattenoortjes erop. Oké, de kerstcadeautjes die ik heb gekocht. Ik heb hier allereerst 7 microfiber facial cleansing doekjes. Dan heb je dus 7 doekjes eigenlijk voor elke dag van de week eentje. Die heb ik voor Nathalie gekocht. Ik weet dat zij ook wel een beetje af wil van al die wattenschijfjes en zo. En ook wel een beetje over is gegaan op van die wasbare spullen. En ik vind die doekjes kun je nooit genoeg hebben. Dus ik dacht, nou, deze zijn wel handig. Dus die heb ik voor haar eventjes gekocht. Voor Frank heb ik een deo. Dit is de Burning Wood. De deodorant en body spray. Je zou 48 uur fris blijven. Ik weet niet of dit zo is, maar... Ja, ik had Nathalie gevraagd wat moet ik voor hem kopen. Toen zei ze, ja, een deo is ook altijd wel goed. Dus ik dacht, nou ja, dan doe ik maar een deo. Het is misschien een beetje karig, maar ja... Ik wist het gewoon niet zo goed, dus die. Voor mijn moeder heb ik een serveerplank. Daar kun je van die amuses op doen. Ik hoorde haar, zij doet heel vaak nog wel eens hapjes. Ik dacht, nou, zo'n plank is dan altijd wel handig om te hebben. En ik wilde ook gewoon eigenlijk voor iedereen een beetje dezelfde prijsklasse hebben. En deze zag er, ja, qua prijsklasse viel je erin. Dus die. Dan heb ik voor mijn vader een Axe Aftershave. Dit is de Afrika geur. Ik heb deze even geroken in de Action. En ik vond deze wel heel lekker ruiken. Dus die heb ik gekocht. En daarbij een Umbro Power Body Wash. Die is nieuw. Ik weet niet hoe dat ruikt. Ik wil ruiken. Nou, vind ik het een echte mannengeur? Nee, maar hij stond wel echt bij de mannen. Nou ja, die in ieder geval. En voor de vriendin van mijn vader heb ik ook een geurtje. Laila en Lenora. Dat is een eude toiletten. Ja, weet je, het is soms gewoon moeilijk als je mensen nog niet zo heel goed kent om wat te kopen. Dus ik heb die gedaan. En ook daarbij heb ik een shower gel met orchid. Ruikt dat lekker? Even nog een keer ruiken, want dan moet de geur even doordringen. Nou, deze is op zich wel lekker, dus ik dacht, nou, prima. Dus dat zijn in ieder geval even de kerstcadeautjes die ik heb gekocht. Dan heb ik nog een loungebroek gekocht. Ik vind deze altijd heel erg lekker zitten in de avond. Ik vind het gewoon heerlijk als ik dan lekker op de bank zit en dan lekker zo'n broek aan kan trekken. Je moet ze natuurlijk regelmatig wassen. Het was eventjes nog een beetje een raar dingetje, want hij hing eigenlijk bij de andere prijskategorie. En toen ik bij de kassa kwam, was hij wel wat duurder. Maar ik had eigenlijk de andere variant willen hebben, maar ik heb nu dus een iets dikkere. En dat is voor de winter op zich wel lekker. En hij heeft aan de onderkant dus van die, dit zit dan bij je voeten. Dat is wel handig dat het niet los hangt, want daar ga ik nog wel eens over struikelen. Ik heb een roze in een maatje S gekocht. Dan heb ik deze doekjes gekocht. Die heb ik dus ook voor Nathalie gekocht voor de kerst. Maar ik vond ze zelf ook wel handig. Dit zijn van die microfiber gezichtscleansing doekjes. Je krijgt er dus 7, dus eigenlijk voor elke dag 1.
Je kunt ze gewoon weer wassen. Ik gebruik natuurlijk elke dag make-up. En ik heb de laatste tijd eigenlijk best wel een beetje mijn doekjes aangevuld. Ik had er maar 2, dus ik heb er nu een aantal. Ik heb er ook nog eentje bij. Of nee, 3 bij de HEMA gekocht. En nu heb ik ook nog deze erbij. Dan heb ik in ieder geval genoeg doekjes. Dan kun je ze gewoon makkelijk wassen. Dan heb je eigenlijk gewoon voor elke dag weer een doekje. Omdat ik ook een beetje van de watte schijfjes af wil, vind ik dit wel heel fijn. En dit werkt als het goed is gewoon alleen met water. Maar je kunt ze ook gewoon gebruiken met je make-up remover. Dan kocht ik een setje met stempelkussentjes. Hier zaten best wel veel kleuren in. Het zijn pigment inkpads. Ze zijn quick dry. Je krijgt 12 inkpads. En ja... Ja, dus hier ook wat meer kleuren. Want ik vind stempelen heel leuk. Maar ik merk soms dat ik niet heel erg veel kleurtjes heb van gewone stempelkussentjes. Dus ik heb een setje met deze meegenomen. Ik ben wel benieuwd hoe die hier zijn. Dus ze zouden gewoon heel snel drogen. En ze zijn acid free. Dus deze. Zuurvrij is dat overigens. Acid free. Wat wil je omringen? Dan kocht ik 2 mandjes en ik was eigenlijk heel erg blij dat ik deze tegenkwam. Ik gebruik heel veel van deze mandjes in mijn make-up kasten. En ik kwam er eigenlijk een paar tekort, maar ik had deze jaren geleden dus bij de Action gekocht. En ik liep toevallig langs het schap met een mandje en toen zag ik dat ze nog hadden. Dus ik dacht, oh, ik neem er weer even 2 mee. Ik heb eigenlijk ook alleen maar zwarte. Dus ik heb er even 2 zwarte meegenomen. Dan kan ik in ieder geval weer wat opruimen. Mocht ik er nou nog tekort komen, kan ik er altijd later nog weer een paar bij halen. Maar ik was eigenlijk heel verrast dat ik ze nog zag. Want ik had het niet helemaal zien aankomen. Dus in ieder geval weer 2 mandjes. Dan kan ik weer even verder met opbergen. Dan heb ik even 2 basic items. En dat zijn de WC Cleansing Tabs. With Citrus Scent. Ik vind deze altijd heel erg fijn. Ik gebruik deze regelmatig in het toilet. En ik was er weer doorheen. En vroeger kon je ze ook kopen bij Lidl, maar die heeft ze niet meer. Dus ik koop ze tegenwoordig bij de Action. Dit zijn 3-in-1 pads. Voor discolling, cleansing en refreshing. Hoeveel zitten er eigenlijk in? Dat staat er volgens mij niet heel duidelijk op. 10. Oh ja, er zitten 10 van deze... Taps in, zijn gewoon los verpakt. Dus ik dacht, ik neem gewoon gelijk 2 setjes mee. Dan heb ik weer even een voorraad staan. Omdat ze dus tegenwoordig niet zo heel makkelijk te koop zijn. Of ze zijn gelijk schrijend duur. En ze zijn bij de Action gewoon heel betaalbaar. Dan heb ik nog weer even 2 haarbandjes meegenomen. De Cosmetic Hairbands van Betty. Ik vind deze altijd heel erg fijn en ik gebruik ze dagelijks, maar als je ze met make-up gebruikt, dan worden ze ook best wel snel vies, vooral van foundation, dus je moet ze regelmatig wassen. En dan heb je wel eens tekort, dus ik heb er gewoon weer eventjes 2 bij meegenomen. Dan heb ik weer eventjes een voorraadje, dat vind ik wel heel erg fijn. Dan heb ik eens een bubble face cleanser gekocht. Deze is van Beauty Depth, dit is van Rosewater. Ik heb hier al meerdere producten van geprobeerd en die vind ik wel heel erg fijn. Hier kun je dus eigenlijk je gezicht mee reinigen. Maar er zitten dus bubbeltjes in, dat kun je ook wel heel goed zien. Ik weet niet of de camera het heel lekker vaststelt, maar er zitten dus bubbeltjes in. En dat vind ik gewoon wel heel fijn om lekker je gezicht mee te reinigen. Hier was ik wel benieuwd naar, vooral omdat ik dit merk zelf wel heel erg fijn vind. Dan heb ik een kleine paper trimmer gekocht. Het is eigenlijk een papiersnijder, maar dan een mini. Ik heb zelf al een grote, maar soms is hij net te groot om wat kleine dingetjes uit te snijden. En ze hebben hem nu ook dus in een kleine variant. Je kunt er maximaal 5 papieren per keer mee uitsnijden. En ik vond het wel heel erg handig. Er staat inderdaad ook nog een dingetje op om de messen te verwisselen. Maar je krijgt bij de kleine geen extra mesjes bij. De grote zitten altijd extra mesjes bij. Maar dit is gewoon echt zo'n compact dingetje. Dus hier was ik wel blij mee. Want ik merkte echt dat ik het soms miste om een kleinere te hebben. En die hadden ze nu eindelijk. Dan heb ik deze storage jars gekocht. En deze zijn dus ook weer
heel makkelijk voor creatieve doeleinden. Ze hebben hier eigenlijk wat spullen om mee te naaien afgebeeld, zoals knopen van die naaldjes en ook touw om dingen mee dicht te naaien. Ik weet even zo de naam niet. Maar ik dacht, ze leken mij ook wel handig voor het vullen van diamond paint potjes. Ik merk dat ik best wel wat potjes gewoon fijn vind om te hebben. Omdat je verschillende diamond paintings doet. Dan is het gewoon handig als je het goed kunt opbergen. Je krijgt 12 stukken. Het bijzondere was dat ik ze vond bij de keukenspullen. Dus ze lagen niet bij het creatieve gedeelte, maar bij de keukenspullen. Maar ik vond dit er wel handig uitzien. Dus ik dacht, nou, dat is wel weer fijn voor bullet journal. Dan heb ik nog een charging dock gekocht van Battleron. Dit is voor Nintendo Sticks, Joy-Cons. En hiermee kun je dus je Joy-Cons als het ware opladen. Ik heb nu zelf maar 2 Joy-Cons. En op zich is het voor nu nog wel genoeg. Maar het leek me wel handig om hier ook om ze ook een keertje te kunnen opladen. Stel dat je een keer in de hand speelt en je houdt de Joy-Cons gewoon, dat je op de televisie speelt, maar je hebt je Joy-Cons in de hand en ze gaan leeg, kun je ze dus hiermee opladen. Of het echt gaat werken, weet ik niet. Er staat echt ook wel bij controllers not included. Nou, dat lijkt me ook wel logisch. Hij was heel goedkoop, dus ik dacht, ik ga het gewoon eens proberen. Volgens mij is hij ook open. Dus ik ga gewoon eventjes dit aansluiten en kijken of het werkt. En als het niet werkt, kan het altijd nog weer terug, want ik heb nog de bon. Dus dat is wel ideaal. Dan heb ik zo'n fles gekocht. En ik heb nu mijn azijn staat nu in een hele grote fles die eigenlijk super onhandig is. En het leek me wel handig om hier azijn in te doen. Je had hem ook nog in het goud. Achteraf had ik een beetje spijt dat ik die niet ook had meegenomen. Want die leek me wel handig nog voor afwasmiddel. Want daar kreeg ik al een keer een tip voor om dat te doen. Ik heb nu ook een hele grote afwasmiddelfles gekocht. Dus het leek me wel handig om die ook nog een keer te halen voor afwasmiddel. Maar deze is dus voor azijn. Het is eigenlijk een olie en vinegar bottle. Maar ik ga er dus azijn in doen. Want voor olie heb ik al zo'n flesje. Dus die. Dan heb ik nog een aantal make-up producten. Ik zal het er even bij pakken, want het zijn ook de laatste dingetjes. Ik heb allereerst een nieuw kleurtje van dit oogschaduwpaletten gekocht. Die was nu nieuw. Dit is de kleur 518 Wild Teen. En dat zijn dus deze oogschaduwpaletten. Ik heb daar al meerdere van geprobeerd. Die vind ik heel fijn. Dus ik vond deze kleuren wel leuk. Die spraken me wel aan. Dan heb ik een Eyelash Growth Serum. Longer and fuller looking eyelashes. Het leek me wel leuk om dat te proberen. Ik weet dat ze bij de drogisterij tegenwoordig ook zijn. Maar die zijn een stuk duurder. En bij de Action is die dus best wel goedkoop. Dus ik dacht, nou, laat ik het gewoon eens proberen. Dus ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Staat verder nog wel wat informatie op de achterkant. Ik ga ervan uit dat je dit een soort als treatment moet gebruiken. En dan heb ik 3 nieuwe long-lasting lipsticks. Dat zijn deze. Dit zijn van die lipsticks met 2 stappen. Je hebt dus een lipstick en daar overheen breng je een gloss aan. Ik heb hier de 353 Darling. Dat is deze. Ze hebben ze in het verleden ook wel eens gehad. En die vond ik eigenlijk best wel fijn. Maar ze hadden dus nu andere kleurtjes. Wat wel een aanrader is om niet dit kwastje te gaan gebruiken. Om een los kwastje te gaan gebruiken. Want als je dit kwastje gebruikt, dan kan ik je vertellen dat hij helemaal roze wordt. Het ziet er niet heel fris uit. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Dan heb ik de kleur 358 Blossom. Een beetje een rozig kleurtje. En ik heb de kleur 367 Adore Me. Dat is deze kleur. Dus ik ben hier wel heel erg benieuwd naar. Dus ik ben benieuwd of het gaat werken. Dus dat gaan we dan ook nog wel weer eventjes zien. Dan waren dit alle dingetjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Uiteindelijk viel het wel mee. Eigenlijk gewoon wel wat dingetjes waar ik benieuwd naar was. En sommige, die had ik ook wel nodig. Zoals ik ben blij dat ik mijn tabs weer heb nu voor mijn toilet. Want dat was wel echt een dingetje.
En ik ben wel heel erg benieuwd naar de oplader. Want ik zie nu ook wel dat hij duidelijk aangeeft wanneer ze leeg zijn en opgeladen. Dus dat ga ik gewoon eens eventjes uitproberen. Ik ben wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Of misschien heb je zelf nog leuke aankopen gedaan de laatste tijd bij de Action. Laat het dan zeker even weten. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!